Tsunami, inderdaad. Het is toch wat, hè? Ah, ik hoorde jou al eigenlijk. Ik had je microfoon al opengezet. Maar je bent zin in zeker, hè? Ja, ja, zeker weten, tuurlijk. Dit duurt te lang. De allereerste artiest van de week. Ja, jij hebt natuurlijk nog niet gezien wat de vragen zijn die ik ga stellen. Anders had je er gelijk natuurlijk al minder zin in gehad. Maar, nou, had ik er misschien niet eens geweest. Nee, dat zou ook nog wel eens kunnen, hè? Inderdaad. Hey, mensen, voor de allereerste keer inderdaad de artiest van de week. En de allereerste artiest van de week inderdaad is Peter Lollé. Peter Lollé, even voor de mensen. Voor de mensen die jou niet kennen of denken, ja, een hele bekende naam. Maar je bent begonnen in de Skihut, geloof ik, toch? In Rotterdam. Ja, dat is een hele tijd geleden, ja. Skihut Rotterdam. Maar daar ken ik jou van. Ik stond altijd vooraan, hè, met mijn vlaggetjes. Ja, het is toch wat, hè? Op maandagavond stond je altijd. Je stond elke maandagavond. Nou, ja, wel meer dagen, maar wel een lange tijdje. Ja, klopt. Ja, maar daar heb ik jou toen gezien. Wat was leuk. Wat een superleuke avonden waren dat. En op een gegeven moment dacht je, weet je wat? We gaan gewoon lekker het land in. Ja. We gaan de kroeg uit en we gaan... Klopt. En toen een kleine 12,5 jaar het feestteam gedaan. Ja, ook nog. Ja, leuk, ja. Ja, en daarna gewoon eigenlijk solo gegaan. En bevalt dat? Ja, super. Hartstikke leuk. Over het land, je doet ook heel veel, want je zegt wel solo, maar al die plaatjes die... wij draaien hier in tijd voor een feestje heel veel nummers van jou. Vandaar dat we jou ook even uitgenodigd hebben. Ja. Maar je zegt wel solo, maar bijna elk liedje is wel met een DJ. Heel veel collega's van mij, collega-DJ's, zie ik je door die playlist voorbij schuifelen. Dat ze een liedje met jou opgenomen. Ja, het is toch wat, hè? Super, hartstikke leuk. 52 weken feest met verschillende DJ's. Heel veel platen opgenomen. En echt heel veel leuke reacties op gehad. Ik vind het echt helemaal te gek. Ja, ik moet zeggen, wij DJ's zijn altijd heel erg blij met dat soort platen. Want je hebt wel eens van die platen die... Ja, die zijn er oud, hè? Bijvoorbeeld stiekem met je gedanst heb je dan nieuw uitgebracht. En dan denk je, ja, ik wil hem wel draaien. Maar die oude versie, ja, dat kan eigenlijk niet meer. En ja, dan is daar Peter Lollé, die maakt weer een nieuwe uitvoering. En dan kunnen die platen gewoon weer eventjes een tijdje mee. Ja, dat is toch super? Hey, de muziek die hij maakt, hoe zou je het omschrijven? Ja, ik noem het altijd après-ski, maar dat is een beetje uit, hè, om dat te zeggen. Après-ski heb ik gehoord. Nee, helemaal niet uit. Nee, dat denk ik niet. Nee, gewoon feestmuziek. En het kan gedraaid worden in de kroeg, maar ook op de grote feesten. Gewoon echt gewoon leuk, gezellig. Lekkere feestmuziek. Ja, gewoon belangrijk. Gewoon dat het gewoon echt verbroedering, gezellig en gewoon feest is. Feestmuziek, nou, dan ben je het goede programma beland. Tijd voor de feestje. Ja. Hey, heb je nog wel eens dingen waarvan je denkt van, nou, daar wil ik nog een keertje mee optreden. Dat zou wel heel leuk zijn. Heb je nog idolen? Dat je denkt, hoeft niet iemand met feestcircuit, hoor. Ze zegt, nou, ik zou wel een keer met Billy Idol willen optreden of zo. Nee, ja, ik had eigenlijk gewoon één droom. En dat was samen met jou. En dat is vorige week eigenlijk uitgekomen. Ja, wij stonden, lieve mensen, vorige week in Klingen met z'n tweeën. Het is wat, hè? Ja, dat was leuk. Was super gezellig. Ik dacht, ik rijd de grens over in België. Ik denk, nou, het komt niet goed. Ik zit gewoon echt helemaal fout. En op een gegeven moment rijd je dan toch weer Nederland binnen. Rijd je toch Nederland binnen, ja. En daar is een plaatsje, dat heet Klingen. En dat was heel gezellig in de feesttijd. Mocht je trouwens willen weten hoe wij het daar vanaf gebracht hebben, moet je even op internet intoetsen. Peter Lollé, DJ Maarten op Klingen. Er staat een aftermovie op YouTube. Oh, jee. Oh, had ik beter niet kunnen zeggen. Nee, ik heb mezelf nog niet gezien. Wij staan echt niet. Heb je nu niet gezien? Nee. Oh, nou, misschien wel beter ook. Want anders was je hier misschien niet geweest. Hey, een avond wanneer... Ja, ik heb wat dingen hier op papier gezet, wat ik gewoon echt wilde weten van jou. Hey, wanneer is een avond voor jou geslaagd? Wanneer ga je naar huis in de auto dat je denkt, ja, het was nu echt wel was een topavond. Of dat je juist iets gemist hebt. Dat kan ook. En dat je naar huis gaat, nou ja, ik had dat nog even willen doen. Of nee, ik vind het gewoon echt alleen super als iedereen gewoon het echt super naar zijn zin hebt. Dat merk je gewoon aan de mensen. Dat moet jij ook hebben met draaien. Ja. Je voelt wanneer het gewoon echt gezellig is. En dan als dat het is, dan ga ik echt met een tevreden gevoel echt naar huis. Zijn er nog locaties waar je nog nooit gestaan hebt? Waar je denkt van, daar wil ik een keer staan. Terwijl ik dit vraag, denk ik, volgens mij heb je overal gestaan. Ik heb wel op heel veel plekken gestaan. Je hebt volgens mij in de Arena gestaan. Je hebt in de Ziggo Dome gestaan. Je hebt in de Ziggo Dome niet. Nee, oh, dat dacht ik. In je feestteam tijdperk nog gestaan hebt. Nee. Oh, dat zou wel misschien wel leuk zijn een keer. Nou, dan houden we, dan schrijven we die even erbij. Ziggo Dome, oké. Dan schrijven we die erbij op het lijstje. Dat als die... je moet toch een to-do-listje moet je nog hebben? Ja, hè? Nee. Hey, zijn er nog toekomstplannen voor de rest? Ben je nog met dingen bezig dat je denkt... En mocht je nou denken, ja, ik heb wel wat, maar dat mag gelijk niet zeggen. Zeg het toch wel, want er luistert geen hond naar dit programma, dus je kan alles vertellen. Nee, joh, ik ben gewoon bezig met een paar hele leuke singles. Ja? Twee eigen singles, een eigen liedje. Er komt nog heel veel aan. Echt waar. Oh, nou, we zijn nieuwsgierig. Hey, Peter, blijf lekker hangen in de studio. Tuurlijk. Tijd voor een feestje. Zometeen over een half uurtje spreken we jou nog even een keer. Dan gaan we onder andere deze rode enveloppen. Ja, ik heb hier allemaal rode enveloppen. Ik zal het even laten horen, ja. Had ook blauw kunnen zijn, maar je hoort, het zijn rode enveloppen. Daar gaan we zo meteen nog wat mee doen. Met blauwe velletjes, rode enveloppen. Wil je weten wat er gaat gebeuren zometeen? Blijf gewoon luisteren. Tijd voor de feestje. En ik heb nog een paar dilemma's voor je. Echt waar? Ja, eentje. Rood of wit? Wit. Wit, dat toch. Nou, dat soort dingen. Dat gaan we zo meteen allemaal doen. En we mogen, omdat je artiest bent van de week, twee plaatjes voor je draaien. Super. Ja, en je hebt ze zelf mogen uitzoeken. En de eerste is Rock and Party. Waarom deze plaat? Heb ik samen met Coenio gemaakt. Ik zing hem altijd. En ik vind hem gewoon zelf helemaal gaaf. Nou, dan gaan we er lekker naar luisteren. Hier in Tijd voor de feestje naar Peter Lollé en Coenio. Rock and Party! En nou mijn, hè? Hij is hier zometeen nog, hè? Peter Lollé, artiest van de week! Dit is voor de misfits die je her en der alleen ziet staan.